We gaan naar de sportclubs. Ja, wel, in het voetbal was juist een manier gevonden om te kijken naar het aantal mensen wat bij de wedstrijden mocht zijn, om daar een beperkt aantal toe te laten. Er was goed over nagedacht, maar geen publiek meer bij sport. Zowel bij amateurs als bij profs werd gisteren aangekondigd. En ook voetbalkantines gaan dicht. En juist die kantines die zijn hartstikke belangrijk voor de voetbalclubs, heb ik begrepen. Ik praat er even over met Barbara Barend. Ja, Barbara, hoe hard gaat dit de sector nou raken? Nou, we hebben het niet alleen over voetbalclubs. Hè. We hebben het ook over hockeyclubs. En eigenlijk is het bij heel veel sportverenigingen is het zo waar je met de hele familie naartoe gaat en iedereen een broodje eet en een drankje neemt. Dat gaat ze enorm raken. Ze hebben natuurlijk een lidmaatschapsmodel. Dus mensen die lid zijn betalen om te kunnen sporten. Maar daarbij, nou ja, alle opa's en oma's die komen kijken. Mijn vader staat ook altijd langs de lijn bij het hockey van mijn dochter. Ja, en die drinkt er ook een koffietje en bestelt een gevulde koek. En al die inkomsten vallen nu weer weg. En er zijn natuurlijk al veel mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Gelukkig is dat ook wel weer teruggekomen. Maar inkomsten uit de kantine zijn heel belangrijk voor sportverenigingen. Dus ja, dat valt gewoon weer helemaal weg. Ja, en snap je dat het kabinet deze maatregel nou heeft afgekondigd? Nou, wat ik wel vond, wat ik zelf ook heb gezien, het was wel heel goed georganiseerd. Je zag heel veel vrijwilligers die alles in goede banen leiden. En je had die registratieplicht, dus je zag precies hoeveel mensen er op een terrein waren. En nou ja, je moest je ook weer afmelden als je wegging. Maar het is ook moeilijk als er heel veel mensen op een locatie zijn om toch afstand te houden. Dus ja, weet je, en ik ben geen viroloog, daar ga ik niet over. Maar ja, het was natuurlijk op een gegeven moment wel, dus ook op sportverenigingen wel weer drukker. Ja, het enige wat vreemd blijft, vooral buitensporten, zoals voetbal, hockey, et cetera. Ja, men is vooral buiten. En je zag ook wel, kantines waren afgesloten. Je kon via linten naar binnen om je koffie te halen en gevulde koek. En dan liep je weer naar buiten. En buiten moest je alles opdrinken. Dus dat liep wel allemaal heel keurig en gestroomlijnd, wat ik zelf in mijn eigen ogen heb gezien. Maar blijkbaar is het toch niet genoeg. Nee, voorlopig is het inderdaad allemaal even anders bij de sportvereniging. Bedankt voor de toelichting, Barbara.